De stad Machu Picchu is gelegen tussen steile bergen, in de regio van de stad Cusco. De Inca's bereikten de stad via een steil pad. De voettocht duurde meerdere dagen en de stad was derhalve moeilijk bereikbaar. Tegenwoordig is het ook mogelijk om de stad per trein en bus te bereiken. Machu Picchu werd nooit door de Spanjaarden ontdekt en werd daardoor ook niet vernietigd. Er is in deze stad nog veel van de Inca-beschaving terug te vinden. De naam Machu Picchu betekent letterlijk oude manhoogte in het Quechua. Aangenomen wordt dat de bouw van de stad Machu Picchu werd begonnen rond 1440 onder leiding van Pachacuti. Tot aan de Spaanse verovering van het gebied in 1532 was de stad bewoond. Over de functie van de stad zijn wetenschappers het niet eens. Doordat ze zo ontoegankelijk is, wordt aangenomen dat de stad geen doorsneefunctie had. Vaak wordt aangenomen dat Machu Picchu een buitenverblijf was voor koningen en andere hooggeplaatsten. Zij heeft veel verblijven voor edelen en ook een paar woningen voor hun dienaren. Er konden rond de 750 personen in de stad verblijven. Gedurende de regentijd, als er geen koningen aanwezig waren, zouden er veel minder mensen gewoond hebben. Toen de Spanjaarden het rijk van de Inca versloegen, stopte de regelmatige trek van en naar Machu Picchu door edelen en raakte de stad verlaten. Er is in de stad een woonzone met middenin een groot plein, een militaire zone en een godsdienstige. Tussen de godsdienstige gebouwen stonden ook de woonvertrekken van de hofhouding. In deze zone vindt men tempels voor de zonnegod en de maangodin. Ook staat daar een zonnewijzer op het hoogste punt van de stad. Hiram Bingham, ontdekkingsreiziger en professor Zuid-Amerikaanse geschiedenis, trok in februari 1909, de natste maand van het jaar, wat zijn reis bemoeilijkte, als eerste de Peruviaanse bergen over. In 1911 keerde hij met een heel Peruviaanse expeditie terug, met de eigenlijke bedoeling om de Urubamba-rivier en omgeving te bezoeken. Hij zou echter de verloren stad van de Inca's herontdekken.